really gotta hold on. Yo, welkom bij een nieuwe video. En vandaag, ik film echt al vet lang niet meer op de plek waar ik hoor te filmen. Mijn YouTube set. Ik ga er echt proberen weer te filmen. Maar voor het raam is iets meer kwaliteit. Dus ik film ook wel eens bij het raam. En anders is mijn kamer gewoon de achtergrond. Ja, iets beter mee. Ik heb net buiten gefilmd. Maar ik ben een video aan het uploaden. Volgens mij staat hij online. Vaderdag. Ik had het steeds door elkaar. Met Valentijnsdag. Oh my god, het is Vaderdag. Dat is wel tof. Maar mijn kanaal bestaat bijna een maand. En hij bestaat nu 3 weken volgens mij. Ja, 3 weken. Want mijn eerste video is geüpload 3 weken geleden. Een maand bestaat hij bijna al. Dat is eigenlijk vet lang, vind ik. Het voelt echt wel alsof hij 2 maanden bestaat of zo. Maar hij bestaat dus 3 weken nu. En over een week of 2 bestaat hij een maand. En dat wil ik natuurlijk vieren, dat hij een maand bestaat. Dus laat idee achter wat ik kan doen. En laat een Q&A-vraag achter. Ik ga dan een Q&A doen, denk ik. Als jullie een vraag achterlaten, hè, anders kan het niet. Anders kan die hele Q&A niet doorgaan. Maar laat een vraag achter en misschien wel 5 of ja, super tof. En mijn kanaal bestaat dus bijna een maand en het is zo top. Ik vind het heel tof eigenlijk dat mijn kanaal alweer een maand bestaat bijna. Ik vind dat het wel een feestje mag zijn. Niet dat het al vet lang is of zo, maar ik vind het gewoon tof dat hier een maand bestaat. En dat wil ik klein vieren, dus ik wil het wel klein houden. Maar ik wil bijvoorbeeld gewoon Q&A doen. En gewoon eventjes een maand even vieren een beetje dat mijn kanaal een maand bestaat. Dus dat wil ik even melden. En laat in de reacties achter of je het ook leuk vindt. Laat een Q&A vraag achter. Laat allemaal ideeën achter voor mijn 1 maand. Mijn kanaal bestaat 1 maand video. Geef deze video een like en abonneer je beneden en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!